Smit. Job Smit. Schrijf de locatie en de exacte tijdstippen dat we de bestelling kunnen komen ophalen op. Stop het in de capsule en we verschijnen. Mooi zwaard. Nieuw. Ik heb hem net opgehaald. De smid gevraagd om hem iets langer te maken. Geeft me net het voordeel in het gevecht. Compensatiegedrag? Nou, ik hou van mannen die met hun zwaard kunnen omgaan. Hoe goed ben je daarmee? Nou, ik ken eigenlijk geen betere zwaardvechters. Tuurlijk. Hey, luister vriend. Ik stel voor dat jij je blijspel ergens anders voortzet. En dan verdien je er misschien nog wat mee. Iemand met zulke kleding die beweert te kunnen vechten, kan het zonder moeite meedoen op het toneel. Nou, het vermaken van het volk zit meer in jouw bloed, denk ik, of niet? Hoerenzang. Jongens, nou geen ruzie maken, hè? Hé, hier, een rondje van het huis. Wat een armoedzaaier. Er is een limiet aan het geduld van de mens. En er is blijkbaar geen limiet aan de stompzinnigheid van de mens. Er is wel een limiet aan het aantal kaarsjes dat ze branden op een begrafenis. Er is ook een limiet aan het aantal zwaardslagen dat ik gebruik om iemand een begrafenis te bezorgen. Er is een limiet aan de tijd die jullie hebben om te vechten. Voordat de stadswacht jullie inrekent voor een illegaal duel. Ik heb geen gasten vanavond. Misschien heb ik wel een slaapplek voor een van jullie. We zien elkaar vanavond. Nog laatste woorden? Jij hebt je slaapplaats wel verdiend. Deze zijn vrij zeldzaam, waar ik vandaan kom. Zoals beloofd. Het leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Hoe lang werken ze? 1 keer in de 5 jaar innemen. Mocht je over 900 jaar nog leven, breng eens een bezoekje aan ons hoofdkantoor.